Als jeugdspelers ergens onbekend staan, dan is het misschien wel tactiek. En daarom in deze video gaan we eens even lekker in wat tactiekjes duiken van jeugdspelers. In dit geval van de A-categorie van het afgelopen NK. Um, voor elke opgave krijg je drie seconden om de video even op pauze te zetten, zodat je er zelf over na kan denken. Heb je geen zin om na te denken? Kijk dan gewoon vooral lekker mee met deze tactiek. Ik heb er een aantal geselecteerd van verschillende um, niveaus en we gaan gewoon meteen beginnen. In deze eerste stelling is zwart aan zet. Zien jullie wat zwart kan doen? De tijd gaat nu in. Juist ja, in deze stelling staat de Witte Koning behoorlijk opgejaagd. Gijs had een hele prima partij gespeeld tegen Dylan Atchitan, maar op een gegeven moment is de Koning behoorlijk in het nauw gekomen. Deze pion staat gepent. En ja, wat betekent dat? Dat betekent dat deze pion helemaal niet goed gelekt staat. En dus was Torremal G4 in één keer mat. Pijnlijk en um, goed gevonden door Dylan. Laten we doorgaan naar de volgende. Ia Moskalet is wit in deze stelling tegen Vadim van Kuik. En, um, ze heeft een heel goed toernooi gespeeld, maar in deze eerste ronde miste ze nog even een tactiekje tegen Vadim. Um, ze heeft net lopen D3 gespeeld en zwart kan materiaal winnen. Zien jullie hoe? Juist, um, in deze stelling is loper d3 uh, net gespeeld en die loper die staat daar één keer aangevallen en um, die kan geslagen worden. Dus de juiste zet is loper mal d3, dame mal d3 en dan is de pointe dat deze dame op d3 ongedekt staat, dus dat die pion op d4 niet goed um, een verdediger is. En paard mal e5 is daarmee de zet dat je hier een pion kan winnen. Zwart won daarmee een pion en uiteindelijk ook de partij. En zo komen we aan bij een kraker tussen Leandro Slagboom met wit en Loek van der Hagen met zwart. En dat waren allebei spelers die om de eerste plaats treden. En in deze partij um, ging het toch niet helemaal goed voor Leandro. Na goede openingsvoorbereiding kwam hij wat achter te staan in uh, stelling. En hier staat hij ongemakkelijk en heeft hij net Koning of 2 gespeeld. En toen vond Loek een truc. Zien jullie dus met zwart welke dat is. Ja, het probleem is een beetje dat die dame hier ongedekt staat en dat deze loper op een paardvork afstand staat. Dus je zou zeggen paard C4, maar je kan hem ook omdraaien. En dat deed Luke. Dame maal E3, super mooie zet. Magneetaanval. Koning maal E3 en na paard C4 staan deze twee allebei in. De koning ging weg en de dame werd geslagen. En Luke stond een stuk voor in het eindspel. En dat bleek voldoende te zijn om de partij te winnen. Even tussendoor. Als jij trouwens ook nog meer wil weten over dat NK, ik heb al twee video's gemaakt over de jeugd- en over de meisjescategorieën van A tot en met C. En uh, daar heb ik iets langer stilgestaan bij de kampioenen en hun uh, prestaties en daarbij mooie trucs en varianten laten zien van hun partijen. Maar nu verder met deze video. Gaan we door naar een ander soort stelling. Namelijk eentje waarbij Oscar Adams de hele partij al heeft lopen aanvallen tegen Gijs Bon. Die moest er in deze partij helaas weer aan geloven. Want uh, Oscar Adams die had een goede aanval opgezet. En in dit geval beukt hij door de stelling heen van Gijs. Dus met zwart, wat zal je doen als je hier aan zet bent? Nou. Um, deze stelling uh, zie je eigenlijk dat deze stukken allemaal een beetje ver weg staan van de koning. Terwijl deze drie stukken al aan de koningsvleugel staan en lopers heel mooi diagonaal mogen kijken. Dus eigenlijk staan alle zwarte stukken klaar om naar binnen te komen. En hier berekende Oscar heel sterk dat torenmal f3 een heel goed offer is om de stelling open te breken. Nou, nu moet eigenlijk Gijs deze niet slaan. Hij sloeg hem wel. Als hij hem niet slaat, staat hij eigenlijk gewoon vol pion achter met heel veel aanval op zijn stelling. Dus... Lekker is anders. Maar na slaan demonstreert Oscar even dat hij goed gerekend heeft. Een schaakje met de dame. Nog een schaakje. Dat is eigenlijk het belangrijke: dat je in dit soort varianten altijd zoekt naar het schaakje. De koning gaat naar H1. Hij slaat eventjes op F3. De koning gaat weer terug naar G1. De dame gaat weer terug naar G3. En nu, door die pion op F3 geslagen te hebben, kan die toren meedoen. De volgende zet is Toren F2. En het is ondenkbaar mat op H2. Of op G2 afhankelijk waar je mat wil zetten. Dus heel erg goed gerekend van Oscar. En een mooi voorbeeld van uh, ja, toegang krijgen tot de koningstelling. Gesproken over offers. Als je hier uh, wit bent, wat zou je dan doen? Ja, ik denk dat Dylan, we hoeven er maar een paar minuutjes over na te denken. Juriaan heeft hem hier net behoorlijk de kans gegeven door H6 te spelen. En ook hier een van de typische Londen structuur. De pionnen zijn gepositioneerd, super stevig, maar daar zitten omheen wat stukken. Namelijk deze loper die kijkt naar de stelling. Deze dame die wil graag meedoen. Deze toren is net via H3 erbij gekomen om via G3 mee te gaan doen. En dus het enige wat je nog nodig hebt, is een beetje een gat in de stelling van je tegenstander. Lopen maal h6. Geen maal h6, maar de pointe die je wel moet berekenen van tevoren, is dat deze zet wint. Deze zet is super belangrijk, want daarmee zorg je er eigenlijk voor dat die koning van zwart niet weg kan lopen. Want wat wil zwart doen? Ja, zwart wil eigenlijk het liefst een gaatje maken voor zijn koning en wegrennen. Maar dat kan niet meer naar dame f4, want je bent in één zet op het veld h6 en daarmee snijd je die koning af. Um, ik laat nog even een vervolg zien, want er kwam nog een truc bij. Het paard ging naar E4 van Julian En daarmee is het idee dat hij zometeen zijn loper kan op opofferen om ertussen te gaan staan. Paarmaal E4, pionmaal E4, toren G3 schaak. De loper gaat ertussen, want ja, als je opzij gaat, dan gaat het mat. Um, er zijn daar verschillende ideeën. Als je met die koning naar H7 gaat, dan geef je hier schaak en mat op de volgende zet. En als de koning naar H8 gaat, geef je daar schaak. Dus goed is dat niet. En daarom moet je loper G5 spelen. Die wordt geslagen. De pion ging naar H5. En nu is de stelling gesloten. Maar Dylan die wacht geen moment. Duwt er gewoon meteen doorheen met G6. F5. En hier de volgende truc. Want hoe wint wit materiaal in deze stelling? Nou. Um, het coole van deze stelling is dat de zevende rij behoorlijk verzwakt is. Doordat F7 net gespeeld is en je hier ook nog eens een keer een pionnetje hebt die naar twee zevende rijvelden kijkt, zou je heel graag met je dame op deze zevende rij komen. En dus heeft hij een mooie lock set namelijk de loper naar b5. En hier moet je kiezen met zwart. Als je hem slaat, laat je de zevende rij los. Als je hem niet slaat, dan gaat er zometeen een toren van het bord. Niet slaan was in ieder geval wel beter, maar waarschijnlijk had hij zoiets van: mijn stelling is al uit. Want na dame man b7 kwam heel mooi dame c7. En je ziet dat er niks meer op de zevende rij kan staan om hier goed te verdedigen. Er dreigen twee schaakjes hier te komen. Juriaan liet het nog even uitspelen. Mooie uh, truc en offer van Dylan. Komen we weer terug bij Sophia Moskalet. Die heeft zich behoorlijk hersteld. Um, trouwens, dit is de ronde waarin ze zich herstelt. Maar het heeft ook in het toernooi zich hersteld. Um, hier is ze zwart. En het is best een pittige truc. Dus neem even je tijd om erover na te denken. Um, wat valt je op? Nou, de stelling is uh, best wel een beetje chaotisch. De koning staat nog in het midden, er zijn wat pionnetjes hier en daar naar voren gegaan. Maar er zit één centraal thema in, namelijk dat deze twee paarden op dezelfde diagonaal op zwart staan. Nou, nu zou je denken: dan doe ik dus meteen loper D6. Maar het probleem is dat dan Dame A4 schaak komt. En na dat schaakje heb je eigenlijk geen goede zet met de koning. Als de koning naar F8 gaat, dan hebben we een vork tussen dame en koning. Dus die koning kan niet naar F8. Koning kan natuurlijk niet naar d8, dan hebben we mat en 1. Nee. Koning naar e7 krijgen we ook de dame op d7 op bezoek. En dus hou je alleen maar over dat je met zwart iets ertussen kan zetten. En dat is bijvoorbeeld het paard of de loper. Maar die kunnen dan gereld worden. En ja, als die gereld worden, dan is de truc weg. En overigens, wit heeft ook gewoon de keuze om in sommige gevallen paard c4 te spelen. Bijvoorbeeld als het paard naar c6 ertussen gaat. Dus... De truc het zit er in de stelling, maar niet nu. En, maar um, Sophia vindt de manier om het toe te passen. Ze doet namelijk heel mooi de zet B3 tussendoor. Super goed gerekend, want het idee is dat na slaan je wel loper D6 kan spelen. En dan val je dus dit paard aan. Als het paard weggaat, staat er een ongelijk paard achter. De dame dekt het paard en na dame C7, super goed gespot. Is er een dubbele aanval hier, maar je valt ook nog eens een keer de verdediger aan. Dus... Er is eigenlijk geen oplossing meer. Um, Rick uh, van der Roodslaar speelde nog toren A1. c 3 werd gereld. Het eerste paard ging eraf. En het tweede paard ging eraf. En Sofia stond een stuk voor en won de partij. Nou, super strakke truc van Sofia en uh, erg mooi gespot. Komen we weer bij Luc van der Hagen. En helaas voor Juriaan ook bij Juriaan weer terug. En Juriaan zit hier ook aan de verkeerde kant van het bord. En Luc van der Hagen die speelt de zet D6. Nu is het even hoofdrekenen voor jullie. Wat als je die nou gewoon slaat met de piel? Nou, als je die pion slaat, dan laat Luke zien wat je moet doen. D6 is een zet waarmee je sowieso druk zit op die C7-pion. En eigenlijk moet je dingen doen met zwart als de pion dekken, of het negeren of hem doorschuiven. Er zijn verschillende opties. Um, maar slaan, dat laat zien dat er weer een mooie truc zit. En het leuke is dat Luke diezelfde truc dus ook had tegen uh, Leandro in de, de eerdere truc. Want hij ruilt, hij ruilt nog een keer. En daar krijgen we hem weer een dameoffer. En als hij teruggeslagen wordt, Julian gaf op hier. Als hij teruggeslagen wordt, heeft hij weer een paardvork. En zo heeft Luc twee keer in hetzelfde toernooi, hetzelfde thema. dameoffer, off gevolgd op voor. Erg leuk. En zo komen we aan bij de laatste truc van deze video: Zwart is aan zet, Rafael Goudriaan heeft een behoorlijke aanval opgezet. En uh, nu is het nog de vraag: hoe ga je het afmaken? Hij is best pittig, dus denk er even over na. Nou, als je deze stelling ziet, dan zie je dat B2 al behoorlijk onder druk zit door de toren en de dame. En dat is een beetje waar je vult met zwart. Maar het probleem is, en dat is wel vaker zo, we hebben het al eerder gezien, je wil eigenlijk niet dat een koning gaat vluchten. En die koning die heeft een behoorlijke looproute om ergens anders naartoe te vluchten. Denk aan het offer van Dylan tegen Juriaan eerder in deze video. Nou, hoe kan je dat nou oplossen? Door gewoon lekker lomp toren naar D3 te spelen. Hartstikke coole zet om te spelen. Um, wat is nou het idee van die zet? Nou... Allereerst, als je die zou slaan, dame maal d3, dan sla je niet met je dame hier, want dan gaat de koning weer op de vlucht, maar je slaat hem met je toren. En de koning van zwart staat veilig, dus wit heeft geen, geen mat aanval of zoiets. En het probleem is een beetje dat je mat in één draagt en die koning van wit staat helemaal opgesloten. Nou, dus toren d3, koelen zet, kan niet geslagen worden, maar het andere idee is, hij blokkeert de koning van vluchten. Toren f2 wordt gespeeld, daarmee wordt b2 extra gedekt, maar nu komt het volgende idee van de truc. Dame naar B1. Of dame A1. Dame B1. Dat is nu de enige optie. Omdat de koning niet kan vluchten. En dus dame B1. En hier komt de geweldige knaller van de variant. Torenmaal C3. Torenmaal C3 geeft schaak. En als de, als de pion terugslaat. dan zou je de dame kunnen slaan. Dus zo. Dan staat er hier een dame in. En in de partij kwam Toren C2 ertussen. Nog een reden dat Toren F2 net was gespeeld. Het probleem is alleen dat na schaak. Schaak en dame A4. Deze koning ongelooflijk open staat. We hebben namelijk toegang gecreëerd. En ondanks dat het maar een pionnetje is. Jaagt zwart heel snel op die koning. En ik laat nog even zien hoe dit binnen een paar zetten naar mat toe ging. Super coole variant van Ravel Gaudriaan. Maakt zijn hele toernooi in één keer goed. Mooie truc. En dat was deze video. In de volgende video's gaan we vaker kijken naar jeugdspelers en hoe zij het doen. Tot de volgende keer.